Lieke Martens, wanneer heb je eigenlijk voor het eerst erover nagedacht om te gaan stoppen bij Oranje? Ja, dat is wel een proces. Dus dat is niet zeg maar iets wat ik vorige week heb besloten in één keer om te stoppen. Er is wel een langere tijd aan vooraf gegaan. En wanneer kwam het dan voor het eerst in je hoofd? Dat sluipt er gewoon langzaam in. Dat is een proces. En dat is zeg maar af en toe twijfelen en met mensen over gehad. En die dichtbij me staan, maar ook zeker met stafleden hier en een aantal internationals zelf. En dan ga je kijken en dan voel je wat voor jezelf het beste is. En ja, dan kwam dit eruit. Ja, het kwam bij ons als een donderslag bij heldere hemel eigenlijk. Maar jij hebt het vorige week bekendgemaakt. En waarom ga je ermee stoppen? Ja, ik kijk gewoon heel erg terug op een tevreden internationale carrière. Na het mislopen van de Olympische Spelen kwam eigenlijk bij mij het besef dat het EK gewoon te ver weg is. En dat je gewoon moet kiezen voor geluk. En ik ben hier heel erg blij hoor, bij het Nederlands elftal. Maar als je vanaf 15 jaar uit huis bent en alles voor hebt gedaan en je passie en elke stap gemaakt hebt om betere speelster te worden. En ja, het zeg maar, ja, langzaam ja, ook ouder wordt en je andere keuzes wil maken, dan denk ik dat dit een juiste keuze voor mij is. En dat voelt als best wat ik nu kon doen. En daar sta ik helemaal achter. En kijk gewoon uit naar nog vooral 10 dagen genieten met de meiden. En hopelijk nog 2 mooie wedstrijden te kunnen spelen en daar mijn bijdrage aan te kunnen geven. Ja, dan kom je op 160 wedstrijden. Hè? Je zegt het al, je hebt er ontzettend veel energie in gestopt. Hè? Vanaf 15 jaar weg uit Nieuwbergen. Dus dan wordt het ook wel iets minder misschien. Ja, ik denk dat is gewoon de helft van je leven. Ik bedoel, ben je gewoon weg van familie en vrienden. En daar heb je gewoon heel veel offers voor moeten doen. En ja, ik heb het gevoel dat het nu gewoon tijd is om ja, andere dingen en ja, meer energie te gaan steken in familie en vrienden. Dat ik de afgelopen tijd gewoon niet heb kunnen doen. Wat verwacht je van die laatste 2 wedstrijden tegen Finland? Ik verwacht 2 hopelijk goede wedstrijden waar wij veel aan de bal zijn. En wij hopelijk het spel naar ons toe kunnen gaan trekken met goed voetbal, hoop ik. Je hebt ons heel veel mooie momenten gegeven. Als je terugdenkt aan die tijd, 13 jaar in Oranje, wat steekt er dan echt bovenuit? Ik kan het bijna raden, maar jij mag het zeggen. Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is wel gewoon het EK 2017. Ik denk dat dat gewoon voor iedereen die in onze generatie zat en erbij was, dat is gewoon iets unieks en daar zijn we gewoon super trots op. En ja, dat is super mooi dat jonge meiden nu kunnen dromen van een internationale profcarrière en profvoetballer kunnen worden. En ja, dat is eigenlijk gewoon het gevolg van het winnen van het EK, dat vrouwenvoetbal werd omarmd in Nederland. Je hebt ook denk ik wel het gevoel dat je mede het vrouwenvoetbal echt op de kaart hebt gezet, hè, de afgelopen jaren. Ja, maar dat kon ik niet alleen. Ik heb natuurlijk heel ja, mijn teamgenoten, stafleden, trainers, alles wat er omheen komt kijken. Dat hebben we samen gedaan. En dat ik daar een onderdeel van heb mogen zijn, ben ik gewoon super trots op. En daar kijk ik met heel veel plezier op terug. Ga je nog een traantje laten na die laatste wedstrijd in Finland straks? In Finland, ik denk dat het vrijdag als de familie en vrienden op de tribune zit, dat misschien nog iets, ja, emotioneler. Dat lijkt me wel, ja. En je toekomst, heb je daaraan gedacht? Logisch natuurlijk, je contract loopt nog een jaar door bij Paris. Dat klopt, ja. Hoe zie jij jouw toekomst? Ja, nog 1 jaar voetballen bij Paris Saint-Germain en dan weet ik niet. Ja, dat is nu de planning. Ik kan ook niet verder kijken wat ik ga doen of hoe of wat. Maar, ja. De intentie is wel om ja, niet naar volgend jaar te stoppen, denk ik. Je bent nog niet echt te oud om er even door te gaan. Ik weet het niet. Ik ga gewoon nu nog genieten van deze 10 dagen bij Nederlands elftal. En ik heb nog 1 jaar bij Paris Saint-Germain. En dan ga ik mijn keuze maken.